Achter ons, achter ons. Het is een ambush. Ik ben dood. It's an ambush. Hallo jongens, mijn sleutel tijd van deze goed nieuwe video op mijn kanaal Gerrit Gaming. Hallo jongens, mijn sleutel tijd van deze goed nieuwe video. Vandaag is een 8-1-0-1 video en deze is niet echt goed bewerkt. Er is niet ingeknipt. Dus dan weten we dat alvast, want ik zie als ik het bewerk, dan krijg ik alsnog evenveel weergave als het niet bewerkt. Dus het heeft weinig nut. Dus ik ga er ook niet meer tijd in besteden. Maar hopelijk is de video wel leuk genoeg. Veel kijkplezier. Oké, waar gaan we naartoe? Oh mijn god. Ik ben naar... we spannen echt in middle of nowhere. What the fuck, ik zie niks. Ik ook niet. Er zijn totaal geen huisjes. Ik zie caravans. Ik zie een huisje. East. Hey. Zie jij het ook? Laatst het water zit een huisje. Oh, we zitten wel vlak bij de grote stad. Maar ja, ik ga naar de daar. Oh ja, ik ben daar heel ver vanaf. Ik span nog achter de berg. Nee, ik ben daar ook heel ver vandaan. Maar ik loop nu langs de berg daar naartoe. Mensen hebben gewoon nieuwe RR's en AK's. You have received a crate. Leuk. Ik ga hem toch niet openmaken. Maar dat plekje, daar gaat Don toch nooit naartoe? Daar hadden ze drukker, zegt hij. Waar? Waar je nu naartoe gaat. Met die huisjes bij het water, bij die brug. Nee, niet daar. Waar dan? Er staat gewoon één huisje apart bij het water. What the fuck? Waar zit jij? Ik ben in H4. Oh mijn god, ik zit in G5. Ik ben gewoon helemaal de verkeerde kant op gegaan. Ik zei E. Waar ben je heen gegaan? naar N? Oh, je moet een beetje naar Noordoosten, zou ik maar zeggen. Ja. Daar zit ik, denk ik. Nou, dan moet ik weer de hele kutberg over. Oh, ik heb een AR. Ik hoop dat het op de berg loopt zit. Ik heb een AK. Ik heb bijna nog nooit een AK. Volgens mij is hier iemand. Oh, je kan niet één als je op de muur richt. Ja, dat is nieuw. Dat is mooi. Dan kan ik niet meer campen. Grapje. Een pistool heb ik hier ook. Wow, één huisje en ik heb zoveel shit. Alleen ik kan gewoon in één kogel doodgaan, want ik heb geen head armor. Ik ga nu naar caravantjes lopen, dus... Ik zeg wel waar het is. Ja, ik sta nu op de berg, dus ik heb een beetje overzicht. Ja, er is nog een kampje met 6 caravans. Ja, ik moet een auto zien te vinden of zoiets. Ik ben nog steeds een G5. Ik wil terug even de berg op. Ik loop nu naar het zuiden, dus ik loop een beetje richting jou. Ik hoor schoten. Ik zit nu in H5. H5. Nou, ik ben naar H3 aan het lopen die richting. Ik hoor echt kut dieren. Vogels en zo. Ik word gek van. Ik zit gewoon in H4 bij campertjes. Oeh, nog een AR. Alleen ik kan hem niet oppakken. Ik heb geen space. Je moet hier naartoe komen, Guido. Ik ben bang dat ik zo hard dood ga, hè. Ik loop hier gewoon helemaal alleen. En dan kom ik een team van 2 tegen, natuurlijk. Ik heb wel een geinig brulletje op. Wauw, serieus? Dat is echt het enige wat jou boeit.
Ja, wat kan ik anders? Hoe ga je ook weer in first person? Oh, T. Ik zal met V. Ik zie jou niet. Dus ik weet ook niet waar je bent. Meestal. Dat is logisch. Ik zit nu in H4. Nou, ik ook. Ik heb een rolletje duct tape opgepakt. Oeh, ik heb een goede helm. Nice. Ik had nog een helm nodig, dus dat komt goed uit. Ik zie nu een huisje. Bij het water? Denk het. Ik ben veel meer. Ik ben naar het zuidoosten daar gegaan. Er ligt nog een pistool. Nee, er ligt geen. Ja, er ligt. Ik weet niet wat er in het huisje. Oh, daar, ja. Ik zit bij caravans. Ja, ik zie dan jou daar lopen. Maar zat er nog iets in het huisje wat ik kan gebruiken? Nee. Hier ligt alleen een AR. Ik kan je kogels droppen. Dat is het enige. En ligt pistooltjes en helmpje heb ik ook voor je. What the fuck? De game bugt. Ik drop die helm naast de kogels. Nee, nog niet de kogels droppen. Wacht. Even kijken, hoeveel kogels kijk, heb ik? Kijk, er staat nu 62 remaining, maar kijk rechtsboven. Oh, doe ik game bugt echt. 90 kogels, dan kan ik jou 45 geven. Oh, wacht, ik heb al zoveel in het wapen. Toch, ik snap deze wapen. Ik ben er bijna. Ik snap echt deze hele pistol bullet telling niet. Maar ja. Of die bullet telling niet bedoel. Hoeveel kogels heb je nu? Als ik deze hier heb. Ja, ik zie je. Een enemy! Waar? Ben jij. Nou. Maar er staat een lange safe zone, hè? We zitten niet safe. Nou, maar goed. Heel erg niet safe. Dus je moet opschieten. Pak deze AR en pak die helm en die kogeltjes snel. Hoeveel kogels heb je nu? Ik heb er nu 40, denk ik. Ja, 40. Nou, wacht, ik kan je nog een paar geven. Ik moet alleen nog. Nu heb je ongeveer veel als mij. Je hebt er 50 nu. Ja, er komt alleen niks bij ofzo, wat de fuck. Nou, kom, rennen. We moeten naar het zuiden, denk ik. We zitten in H4. Ja, we moeten heel ver naar het zuiden. We moeten over de berg heen. Oh, maar god, daar landde ik net. Ben ik net overheen gegaan. Nou, dan mag je er nog een keer overheen. Maar we zijn niet echt goed bearmoord ofzo. Nee. Ik heb geen eens een shotgun. Ik heb gewoon een stomme AK met een paar kogeltjes. Oh, Guido. Geef die 15 kogels eens terug die ik jou gegeven had. Dat zijn van de AK. Ja. Daarom kreeg jij niks. Dat is deze. Oh. Drop. Hoe moest je dat doen zo? Shift op de drop, ja. Ik wou net zeggen, hè? Het komt niks bij. En ik wou al zeggen, waar zijn mijn AK-kogels gebleven? Wil je nog meer kogels? Dat hoeft niet per se, ik zie toch alles mis. Ah, oké. Okay. We rennen dan. En we hebben niet echt veel tijd, dus ik ben echt slecht in drop. Ik weet niet hoe het precies gaat. Nou, we zijn bijna safe. H5, we moeten H6. We moeten letterlijk over deze berg, dan zijn we safe. Maar we hebben nog maar 1 minuut, dus ja. Hoe gaan we dat doen? Rennen. Bannetjes. Dan ga je niet rennen met bandages. Vooral niet als je nummer 5 hebt. Ik heb er nog minder. Oh, nog 30 seconden. Leep ons. We moeten H6 halen. Wat is deze berg eigenlijk? Niks. Oeh, deze berg moeten we looten. Dit is de berg die je kan looten, volgens mij. Nee. Kom op. Oh nee, dat is veel meer. Dan moeten we naar noord, zuid. Kom je nog? Ik sta op de berg. Zuidwesten. Heel misschien komt Toxic Gas er al, maar... Ja, dat boeit me echt niet, hè. Nu niet? Ga zuidwest. Zuidwest.
Daar zat altijd een auto, Southwest. Hé, hey, dit is hier in een berg volgens mij, die ken ik nog. Hier stonden wij toen, weet je nog? Oh ja, met die auto. Oh, kijk wat hier ligt. Medkit. Twee medkits. Pak ook een medkit. Ja, dat is zover terug voor mij. Nou, dan pak ik hem wel. Ja. Jij moet niet zo haast doen. Nou, oké. Je moet wel Southwest gaan, hè. Hier, ik geef je een medkit. Waar ben je? Stop naast je. Maar hier stonden we inderdaad met die auto toen we werden geteabagd. Drop, hier, twee. Er lagen fucking vier medkits. Medkit for days. Southwest, we moeten die berg daar, helemaal daarachter. Daar zit altijd een auto op. Ik weet niet waarom we nu nog een auto nodig hebben, maar ja. Dat is altijd handig. Waarschijnlijk als we dan die auto hebben, zijn we al lang dood. Ja, iedereen gaat altijd op die berg, want daar landt ook heel vaak zo'n airdrop ding. Bij mij zien de bomen er letterlijk ingekleurd uit. Maar dit spel gaat niet om mooi uitzien, het gaat om wat je mensen kan zien, zeg maar zeggen. Om de FPS. Denk je dat dit al is gloed? Huh? Denk je dat dit al is gloed? Tuurlijk. Dit is een van de drukste plekken. Ja. Yeah. Maar deze caravan hoeft niet geloot zijn, maar dat is hij dan. Als hier iemand in zat, was ik dood. Ja. Yeah. Ik rush er ook echt gewoon in. Maar we moeten Southwest gaan. Toen jij op vakantie was, had ik twee mensen geteabagd. Zat jij het in hun rug? Ik hoorde een schoot, ik ging erop af en ik killed ze in hun rug. Wow. Maar vliegen hier de hele tijd van de vliegtuig. Oh, we zitten H6. Mm-hmm. Zie je waar die vliegtuigen vliegen? Nee, nog niet. Zie je die berg voor ons? Ja. Daar moeten we op. Het is nog wel even eindje lopen, maar ik weet ook niet of we het gaan overleven daar naartoe hoor. Het is hier altijd zo druk waar we nu lopen, maar er zijn nog maar 30 mensen open. Ik zie nog geen gas. Mhm. Is het ook safe? Nou, gelukkig. Wat? Gelukkig. Ja, gelukkig wel, ja. Zie ik nou iemand daar lopen? Weet niet. Nee, ik zie niemand. Kan dat iemand hier loopt? Ik zag iets, maar ik weet niet of het daar een iemand. Ik weet ook niet of het iemand was, maar ik zag wel iets. Nou, of het iemand was? We will never know it. Hey, een goede helm voor je. Pak het snel. En een pistooltje. Snel. Fuck. Pak het snel. Molotov, die wil ik. Ik ben pro in Molotov gooien. Denk ik. Ik denk het eigenlijk niet, maar ja. Hier ligt gewoon nog een AR met kogels, denk ik. Ik pak één. Nee, je mag allebei die kogels pakken. Ik mag ze allebei hebben. Voor wat? Ik heb geen ruimte meer. Nou, dan pak ik het wel. Oké, kom, rennen. Southwest. Waarom hebben ze gewoon die campers open gedaan of zo en niet eens geloot? Denk het. We moeten rennen, want de volgende zeefzone gaat kut worden, waarschijnlijk. Of hij eindigt hier, of hij eindigt op de berg. Kan allebei. Ik hoop hier. Als het hier is, gaan we gewoon hiden. Oh, er ligt hier een bag. Iemand is hier dood gegaan met een pump shotgun. Hier. Ik zie de gas. Er zit hier een backpack. Zie daar rijd daar een auto verder op. Een backpack, een city. Ik wil even mooie kleding aandoen. Kijk wat voor kleding ik aangedaan heb. Mooi hè? Gamma. Ja, mooi, maar ik zie daar een auto rijden er verder op. Even hier naar binnen hoor. Komt hij hierheen? Ik weet niet. Ik ben hem kwijt.
Blijf dan niet buiten staan. Hé, nog een dode. Oh, is een backpack in hier. Buckshot shell. Als je die shotgun wil. Er ligt hier een buckshot shell. Maar ik ben bang dood gaan. Ja, ik heb hem niet. Dan moet ik hem oppakken. Is die een shotgun in? Ja. Maar je moet opschieten aan die gas. En dan komt de auto deze kant op. Oh mijn god. Oh, het zit daaronder. Oh, er is hier nog een search bag. Oh, wat is dit? Composite fabric. Crafting. Kan ik nu armor craften? Nee! Ik moet twee armor scraps hebben. Oké, okay, maar ik weet niet of dat gas hier naartoe komt. Ik hoop het niet. Ik moet dit droppen, wacht. Ik moet ook aan het ook shredden. Wat gebeurt er als ik dit shred? Boeien, drop, drop. Drop, rennen. Ik heb een nieuwe backpack nodig. De military. Er kwam een auto naar deze brug toe rijden. Ik denk dat hij bij die caravan staat te looten ofzo. Maar als hij deze brug komt, zijn we dood. Dus ja. Ik hoor een auto. Wat? Ik hoor een auto. Het was water onder. Is dat echt water? Oh mijn god. Ik heb het nog nooit gehoord. Wat je nu hoort, toch? Ja. Dat is geen auto. Ik ben bang dat ik door een bug of zo van de brug afval. Ja, had ik laatst. Ik sprong zo en toen viel ik eraf. Wat voor rare shirt heb ik aan? Echt, het valt echt niet op of zo, dit shirt. Ik weet niet waarom ik dit shirt aangedaan had, maar die broek stond iets met armor op en die handschoenen stond military handshoes. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Uh-oh, het eindigt niet hier. Wij zitten in G6. Uh-oh, we moeten ver. Snel naar het zuiden. Waar zuiden? Dat is hier. Zuiden. Kak. Snel. Oh, we zitten nu G7. Oh, nu zitten we safe. Wauw. Maar alsnog, we moeten naar het zuiden. Oh, auto. Ja, voor ons. Ja. Ik heb hem 3 keer gehit. En er was nog een auto naast ons ook. Hij komt terug! Hij komt terug! Oh mijn god, rip ons. Ik heb mijn AK gepakt, We moeten hier snel ergens naar rechts gaan. Als het kan. Nee. Links! In de bosjes. Oh, waarom gaan ze allemaal over die brug heen? Ze gaan allemaal over die brug. Er gaat daar 1 dikke fight komen. Maar mensen hebben ons gehoord met die schoten. Weet je waar ik vorige keer zat? Op dit eilandje hier. In de bosjes op dit eilandje. Ja. Zullen we erop gaan? Wacht, zitten we safe? G7, is het in het water? Is het safe? Ja, het is wel safe. Zullen we erop gaan? Ik vind het goed, als we het overleven. Of wil je, nee. Of wil je echt een actie hebben? Wat wil je? Wil je hiden? Het is wel saai. Ja, het is wel saai. Oké, laat dan. De vorige keer deed ik toen jij dood was gegaan, toen ik van de brug af was gesprongen en toen was ik daarop gaan zitten. Maar waarom gaan hun allemaal daarheen terwijl je naar het zuiden? Ja. What the fuck? Op het zuiden zit ook gewoon een kamp. Kijk, die auto links van ons. Oh ja. Hij rook. Hij staat in de fik. Ze zijn uitgestapt. Ik zie niemand. What the fuck? Achter ons. Het is een ambush. Ik ben dood. It's an ambush. Het is een trap. Kut. Ze kwamen achter ons. Leef je nog? Ja. Maar ik ga ook dood sowieso. Ja, ik ben dood. Nog een potje? Ja. Nu wil ik ergens anders landen. We zijn 12e geworden. Kut. Hoe spannend gelijk. Yes. Ja, waar? Achter ons. Huisjes. Oh, daar verderop. Die twee. Ja, die links. Zie je die twee links hier al? Westen. Ja, het westen. Ik ga nu recht. Oh, daar landt iemand. We gaan naar die andere. Met die tuin erop. Oh, daar landt iemand. We gaan naar deze. Ik zie hier iemand. Oh ja, dan daar land ik nu, denk ik. Die huizen met die powerlines. Alle huizen zijn iemand geland. Ja, je landt daar. Oh. Hey, kijk hoe ver ik ben gevlogen. Kut. Oké, maar er zijn overal mensen geland hieromheen. Letterlijk overal. Shit, er zijn geen wapens.
Ja, hier binnen ligt een pistool. Wacht, ik heb een shotgun. Nee, ik heb al een medkit. Fuck you. Ik heb alleen een shotgun. Oeh, beste pistool ooit. 9mm. 9mm. Ik heb Magnum. Oh, die is nog beter eigenlijk. Maar eigenlijk niet. Hij doet meer damage, maar het schiet langzaam. Hier ligt de AK voor je neus. Echt? Heb jij hem? Nee, ik hoef hem niet. Ik kan niet met de AK. Ik ben heel goed met de AK. Waar gaan we naartoe? Maar ik heb nog oh, zie daar een kampje. Ik heb geen long range wapen. AK is alleen voor heel dichtbij, net als een shotgun. Heb jij een shotgun? Nee, ik heb alleen mijn handpistool. Hier, neem een shotgun. Drop. 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 Neem mij de shotgun maar. Hij is hetzelfde als een AK, alleen het is ook dichtbij. Ja, ik heb ook een military backpack. Oh, fuck you. En een medkit. Fuck you. En een helm, ik niet eens. Nou. Ik ga dood. Ik hoop dat er niemand is gespand. Dan zijn we echt rip. Ja. Hier hadden we ooit nog een gevecht gehouden. Die ging best wel goed, ja. Totdat het dood ging en toen ging het fout. Ja, toen kwamen ze ook al in onze rug. Ja. Oh, je zweven AR-kogels. Wie neemt de AR? Oh, jij bent al helemaal daar. Oké, dan neem ik wel de AR. Oh, hier ligt een goede helm. Ik heb al een goede helm en een goede backpack. Hey. En nog een AK! Waarom kan ik niet droppen? Drop. Ik heb nog een AK gevonden, maar ik heb de kogels al. Jij kan toch niet mee omgaan, zei je. Ja. Oh, nog een backpack. Oh, hier ligt een chestplate. Echt? Met een kogel? Ja, ik heb hem al. Fuck you. Ik wil holy god, wou ik zeggen. Wat ligt in deze caravan? Een backpack voor je? Heb ik al. Heb je al. Ik heb ook al een paar. Ik moet even shredden, wacht. Ik ook. Ik behoud wel de deur ofzo. Ik heb nog steeds geen kut long range weapon. Jesus. Kan ik ook shredden? Heb je nog niet geschred? Nee, omdat ik de deur zat te bewaren. Heb ik bloed ofzo? Ik zag bloed dingen van me afkomen. Shit, ik denk dat ik iemand zie bij het huis waar we net waren. Ik weet niet zeker. Nou, dan heeft hij helemaal niks. Dan nog, als hij wat heeft. Wie weet heeft hij al iets. Ik heb een Ronin crate gekregen. Normaal zijn AK's super zeldzaam en ik heb er gewoon twee gevonden. Maar waar gaan we naartoe? Gewoon AR. Kijk deze plek. Als we oh wat? Ik kreeg damage. Oh wat? Ik ook. Rip 5 damage vanaf. Ik heb 0 damage vanaf. Maar ik kreeg wel damage. Ik zag bloed om me heen. Alsof ik dood ging. Oké, maar volgens mij moeten we. Waar zijn we? F3. Ik moet even ergens safe gaan kijken. Ik ga even hierin zitten hoor. Ik zit vast in die auto. We zitten F3. Holy mals. We moeten naar zuidwest. Heel ver naar het zuidwesten. Heel ver. Maar die cirkel staat er nog niet. Maar sowieso komt de cirkel nooit hierboven. Dus ja. Het is zeldzaam als hij hierboven komt, denk ik. Ik ben een boze puus. Een Nederlander. Hey, ik zie een kampje rechts, let's go. Ik duik mijn AR. Wat als we gamer hier tegenkomen? Holy fuck. We worden beschoten. Van links. Ga achter de bomen, snel. Ja, ik zei toch, we zijn bij het huisje. Goed. We hebben allemaal AR. Ja, ik heb geen AR. Ja, ik wel. Jij moet terugschieten. Nou, dit mij. Jij hebt een AR. Maar ze weten nu sowieso waar we naartoe zijn gegaan. Waar zijn ze? Ik zie ze niet eens. Ik zag ze net bij ons bij het huis staan. Oké, ik pak mijn AK hier ook.
Zullen we een trap zetten hierover? Gaan ze opwachten? Is goed. Ja, ik weet, ik heb geen ander idee hoor. Ik weet. Ja, ik ga in het huis zitten. Nee, je moet niet in ergens gaan zitten. Je moet buiten staan. Anders zijn we zo helemaal dood. Ah, her! Je moet achter die muurtjes gaan schuilen. Want ze weten waarschijnlijk waar we zitten, dus. Ik zit naar het huis te kijken, maar ik zie niemand. Ik hoorde iets. Ik hoor een auto volgens mij. Ik ook, denk ik. Waarom krijg ik de hele tijd deze shit? Ik drop het. Oké. Ik heb heel veel bandages. Oh, Circle staat er al. Ik zei toch, we moeten heel ver naar het zuiden, Guido. Kijk dan. Ja. Maar die mensen komen met ons meelopen, sowieso. Dit is niet goed. Is naar het zuiden? Ja, rennen. Alles die kant op. Ze rennen sowieso met ons mee. Oh, we moeten verder naar links, ja. Kut. Ja, hun rennen met ons aan hun link. Ze rennen waarschijnlijk aan onze linkerkant. Dus we moeten oppassen. Je rent veel te ver links, Guido. Je rent veel te ver links, wat? Maar jij rent... Wow. Ja, ik ren aan de rechterkant. Verder. Anders kunnen ze je zien, makkelijk. Er staat altijd een auto hier recht, maar ik ga niet checken. Ik ben bang dat er iemand zit. Oh, het glitst echt. Er staat weer dat er 137 players zijn. Ja. Werd jij daar gehit eigenlijk? Nee. Wow, ik heb alles behalve een medkit, serieus. ADHD got bombed. And I can walk 500 miles an hour. Ik heb het beste pistooltje wat het beste damage doet op auto's. Dus ik heb mijn pistool. Hun aim was eigenlijk best wel slecht, want wij zaten gewoon letterlijk niet eens, we zagen ze niet eens. Ja. Ze hadden ons makkelijk gewoon kunnen killen daar, maar ja. Oké, we moeten super ver gaan, hè? Niet normaal. Ik ga meer naar het zuiden. Oeh, kampje. Een kleine kampje. Een boog. Oh, hier. Een backpack. Niks. Een open veld! Rip ons! We zijn hunting ducks nu. Hé, hey, een huis! Ja, wil je daar echt naartoe? Ja, nee. Als het gas nu gaat? Ja, het gas komt letterlijk nu. Oh, dit is zo niet goed, hè. Er zitten sowieso mensen achter ons die aan het stalken zijn. Nog straks opeens in onze rug. Boom! Ja, met een sniper. En als we een sniper hebben, zijn we dood. Ja. Maar goed, sowieso dat er nog geen ding is gedropt. Dit is de eerste drop waarschijnlijk. I can walk 500 miles an hour. Oké, we hebben high ground. Nu kan je zien waar ze zijn. Als er iemand is. Jee, we komen bij de stad. En de stad ligt niet in de safe zone, dus we moeten doorlopen. Oh nee. De toxic gas komt zometeen achter ons. Oh, bommen, Guido, boven ons! Rip! Oeh, ze zijn niet gedropt, gelukkig. Gelukkig. Hij vloog letterlijk recht boven ons langs. Boven ons langsje. Now I can walk 500 miles an hour. Rechts is een kampje. Oh, dat is een beetje te ver.
We zitten nog niet safe. Oh, weer een bombing run recht over ons waarschijnlijk. Ik weet niet, ik zie hem niet. Ik ook niet. Oh, dit keer kan die van de andere kant, denk ik. Hoeveel mensen zijn er nog over? Ik vind het kut, je kan het nu niet zien. Je moet wachten tot iemand doodgaat en dan ga ik dood waarschijnlijk. Oh, 44. 44. Kut, dat zijn er nog veel te veel. Net waren er dan nog maar 12 of zo over. Ja. Deze potje is veel anders. Hier is een goede span waar we nu lopen als hier span. Maar nee hoor. Wij spannen helemaal in F2. Ja, bombing er achter ons. Only 137 players remain. What the fuck? Ah, dat is naast ons. Hij lagt echt de game. Ja. En dan zegt hij ook nog only. 137 is echt niet only. Als we 150 maximaal meedoen. Oh, hij heeft een dubbel kill. Chili Korea Koren Karn. Ik, wat de fuck heb ik nou voor naam? Er zitten nog steeds mensen ergens achter ons of naast ons. Maar ik heb ze niet gezien. Oh, ik denk dat ik ze nu gezien heb. Ja, bij die steen. Zie je links een steen? Ik zie een steen, maar ik zie geen mens. Er zitten mensen achter. Oké, gewoon rennen. Gewoon doen alsof je, niet, of je ze niet gezien hebt. En hopen dat je niet geschoten wordt. Maar dat is een kut, als ik nu word beschoten, ik zie ze niet. Ik zag er één. Ik weet niet of er nog een tweede was, maar ik zag er één. Straks hebben ze een plan om ons in te sluiten ofzo. Ja, val. Dat we dan op hem gaan focussen en dat dan iemand aan onze rug komt. Get bombed. Lol, hoe kunnen mensen... De zoutige stoel. Hoe kan een stoel zoutig zijn? Eet jij stoel? Do you eat a chair? Oh, we rennen recht op die berg af. Dat is goed. Hopelijk halen we deze keer de berg wel. Dit is weer die berg waar altijd een auto op staat. We zitten nog safe als we op die berg zijn. Ja, kijk maar. Met die zendmast. Als je op M drukt, fuck. Hè? Hoe komen we hier overheen? Kut. We kunnen er echt niet overheen. Shit. Nou dan maar, moeten we er langs lopen. Oh nee hè, ik ga niet in het water lopen, het loopt zo langzaam. Gewoon aan de kanten lopen. Ja, we moeten er zo langs. Oh mijn god. We zijn vrij. En dan moeten we omhoog rennen, die berg op. En dan hopen dat niemand het nog geloot heeft. Er zijn er namelijk ook vaak medkits. What the fuck? Dat was jij dat? Dat water. Ik hoor de bloem. Oh ja, dat was ik. Hoor je dat bij mij nu ook? Bloep. Nee. Wat? Ik hoorde echt letterlijk blub, alsof van een blubvis. Fuck. Het leek of iemand aan het praten was. Dat leek het. Ik hoorde zo ineens blub. Ik hoor schoten, dat hoor ik. Yep, aan onze linkerkant zijn schoten en granaten. Zit wel weer safe. Ja. F6. Oeh, die berg zit nog... Steeds. Oh, we zitten niet echt safe, Guido. Rennen. Op die berg zijn we safe. We lopen echt in een open field nu. En ja, we lopen de hele tijd al. Iedereen kan gewoon achter deze bomen schuilen en wij lopen gewoon recht door het veld heen. En dat is gewoon een risico dat je... airdrop komt eraan. Meestal waar die airdrop landt, komt de safe zone. En dat is gewoon een risico dat je moet nemen. Dat je langs alle bomen rent. Ik zie iemand, die moet je ook zien. Twee mensen rechts van ons. Rechts. Ze springen omhoog naar de bomen toe. Nu zijn ze achter de bomen. F7, zitten we safe? Ja, we zitten safe. We moeten nog even de berg op. Vind ik leuk. Maar ik heb het gevoel dat ik de hele tijd geen mensen zie.
Er zaten twee mensen rechts. Oh, voor ons kwad. Giet ook. Oh, ja. Stop lopen. Niet schieten, niet schieten. Nou, oh, kak. Wat, waarom schoot je? Nou. Je moest ze gewoon laten wegrijden. Nu hebben iedereen ons gehoord. Ik ben aan het rennen hoor. Ik weet niet wat ik aan doen. Ik zat nog even kijken. Kut. Want nu gaan we sowieso dood. Mensen rechts van ons waren namelijk heel dichtbij. Die kunnen nu, die hebben ons gehoord. Die komen nu sowieso op ons af. Ik schrik me toch, mijn telefoon trilt opeens. Ik schrok ook, ik hoorde hem. Ik denk, what the fuck. Rennen. Het is echt niet safe wat we nu doen, maar ja. Ik heb het gevoel dat de mensen erboven zitten. Wat? Dit is echt onlogisch. Je kan gewoon bergen klimmen zo. Wee. Ja, en weet je die kwad, hè? Die daar beneden was. Ja. Dat is waarschijnlijk de auto die bovenop spant. Er spant altijd een kwad bovenop. Oh nee, ik val helemaal naar beneden. Rip. Waar ben je daar? Ik ben al aan boven aan het gaan. Ja, ik was bijna boven, toen voel ik in één keer helemaal naar beneden. Waar ben jij? Naast je. Oh, what the fuck? Ja, ik denk dat ik iemand zie links van ons. Ja, dat is volgens mij ook waar die Sandman staat. Oh, bombing run komt recht over ons heen. Waarom ren ik zo sloom? Holy fuck. Geen bommen, gelukkig. Ja, hier recht voor ons, mensen. Die moet je zien. Ja, ik zie ze. Ik zie er één. Ja, het is er één. Waar staat hij nu? Waar is hij? Ik weet niet. Ik zie hem niet meer. Ik heb het gevoel dat mijn render dus niet zo ver staat. Mijn ook niet. Oké, ik ga rennen. Achter ons zit de zendmast. Holy fuck. Zijn ze op ons? Achter ons zit geen zendmast hoor. Oh nee, dan. Een bomen. Zitten we safe? Het gas komt een beetje heel dichtbij. Ja. Oh, we worden beschoten. Naar beneden rennen, snel. Oh nee, ik ben gehit. We worden echt keihard beschoten. Ik weet alleen niet van waar. Van achter. Van rechts achter en van links achter. Van twee kanten. Het was een trap, denk ik, die ene man. Ja, want hij rende zo verdacht weg. Ik heb ook aan mijn hand een rip. En ik bloed. Wacht, als je achter de boom hier bent, kun je bandagen. Oké. Oh, hopelijk dropt hij niet. Oké, bandage. Ik kan bandages nou. Moet nog even zijn. Ik ga het in de gaten houden, die berg. Of er niemand naar beneden rent. Schiet op. Nieuws. Ik heb twee bandages gebruikt. Het is aan het healen. Ben je ready? Denk het, waar ben je? Door te rennen? Ik zie je niet, maar goed. Oh, daar. Oh, hier, dit plek ken ik nog. Oh nee. Rip ons. Als je deze plek nog kent, dan weet je dat het waarom ik dit ontzeg. Holy fuck, schat. We gingen toen dood hier. Toen we in het open veld renden. En dat gaan we nu ook, denk ik. Want er zijn schoten rechts van ons. Ik hoor Vika. Maar ik zie niet. En ik ben je ook kwijt. Helemaal daar, kak. Moet je niet op een vliegtuig letten, hè? Ja, ik ben bang dat die bom op mij dropt. Want dat merk je dan wel als hij erop valt. Oh, dit ken ik ook nog. Toen zat ik in dat huisje te campen. En dit ken ik ook nog. Toen gingen we hier oversteken, toen waren we dood. En toen was het zonder jou volgens mij. Dat ik in het huisje zat te campen. Kan, maar ik ken het van dat we toen hier... Precies hetzelfde, toen waren er nog weinig mensen. Toen gingen we hier overrennen. Toen waren we bij die bomen, daar werden we aangevallen. En toen waren we op een heel hoge plek. Wat was dat met opnames? Ik denk dat... Dat is het veel. Oké. We zitten denk ik safe.
Dus we kunnen hier gewoon schuilen ergens, maar ik wil wel even een goede schuilplek vinden. Ik heb pijn aan mijn schouder. Er zijn hier geen huisjes, kut. Ik moet loot vinden. Nu nog. F8 zitten we. Als we iets doorlopen, zijn we bij huisjes. Maar ik denk dat iedereen daarheen gaat. Hier rechts zie ik een huisje van ons. Ja, die is sowieso al daar. Die zat in het open veld zowat. Ja. Dan ga ik niet heen. Hier kunnen we heen. Oh. Wat ho. Ik hoor de sirenes. Ja, dat is een toxic cat. Nee, politie sirenes. Dat zou je hem ook moeten zien. Dat zouden we nu ook. Hij kon ook daaronder rijden. Ik weet niet. Het rijdt naar water. Nog 22. Oh my god, wat is dit voor open veld? Er stond dat hier huisjes waren. F9. Maar zou dat hier huisjes zijn? What the fuck? Zie je dat ook? Er staat zo'n kampje. Ik ben een beetje hoor. Er staat dat er zo'n kampje hoort te zijn hier ook. Maar ik zie geen kampje. Ja, ik zie het wel. Links meer. Maar ik ga niet hier lopen. Ik ga bij het bos lopen. Oh, hier rechts zie ik een heel klein kampje. Ja, bedoel ik. Hier ligt een backpack. Oh nee, ik dacht het je. Jij bedoelt letterlijk een kampje wat ik noem dat meer een kampeerplek, ik weet niet. En hier voor ons is een dorpje. Als het in de safe zone is, ik weet het niet hoor. We zitten namelijk nu in G9. Nope, zit nu in de safe zone. Ren maar weer terug. Ren waar die bommen gaan vallen. Oh, daar. Oké, daar gaan we naartoe rennen. Okay? Daar is de care package. Ja, daar is sowieso de safe zone dan. En daar gaat het ook eindigen waarschijnlijk. Want dit is... Moet ik op je wachten? Dit is de ene laatste cirkel. Dus we moeten daar gewoon naartoe gaan. Of ja, het is niet de ene laatste cirkel, maar... Na deze cirkel wordt het wel heel klein, dan weet je niet meer waar je heen moet gaan. Dan moet je gewoon maar gokken op safe zone. En dat is sowieso voor ons dus nu een safe zone. Eigenlijk moet ik hem looten, want er zitten altijd... allemaal dingen in. Er zitten altijd, hoe heet dat in? Medkits en dat soort dingen. Ik loot hem niet. Hoeveel mensen zijn er nog over? 20 denk ik. Weet niet. 20 is wel heel veel. De cirkel wordt nu al heel klein. Als er 20 mensen zijn, dan zijn we dood. I can walk 200 miles. Wat? Zit er nou een auto in het water daar? Is dat die auto van de game of is het? Het lijkt op een auto. Ik denk van de game. Ja, ik denk dat... Gaat het in het water vallen? Ja, denk het ook. Oh oh. Nee, auto. Een auto en een huisje. Oh ja, ik zie het. Hij gaat naast het huisje landen. Maar waar landt hij? Dan kunnen we hem in de gaten houden. Kunnen we eens killen wie hem gaat openen. Hij landt daar precies in het bosje. Hier voor ons in het water, we houden het in de gaten, oké? Ja. We gaan het in de gaten houden hier. Je moet ook achter ons opletten. Het gaat een beetje moeilijk, want ik zit in first person. Oh, ik zie daar iemand. Waar? Rechts bij de boom. Naast het huisje. Ja, ik zie hem. Oké, ga in de bosje zitten, in de bosje. Oh, hij schiet op ons, denk ik? Nee. Ga in de bosje zitten, maar... zodat je nog wel dat ding kan zien.
Dat je een beetje in het bosje zit, maar dan moet je even een goede plek vinden dat je in het bosje zit, maar je kan wel de airdrop zien. Ja, dat heb ik niet. Holy fuck. Holy fuck, dat was te close. Ik ben bang. Ik word zoveel schoten. Er zitten heel veel mensen in dat huisje, echt superveel. Het is gewoon een gevecht om het huisje. Er zitten echt superveel mensen. Maar ik ben nu niet achter ons. Hopelijk zien ze ons gewoon niet door dit bosje. We moeten gewoon geen geluid maken. Dan kunnen we verder komen. Ik ben bang dat ik per ongeluk klik. Ik zit nu ook in first person, dus ja. Als je het in het huisje zie ik nog steeds bewegingen. Ja, ik ook. Maar ik kan niet links van ons kijken ofzo. Alleen recht voor ons. Oh, ja, iemand loopt eruit. Iemand gooit een granaat. Oeh, die bommen waren naast ons. Oh mijn god, zag je dat? Ja, maar ik heb geen damage. Ik ook niet. Ik ben bijna dood. Nee, oh mijn god, dat was te close. Jesus 16. Christ. Ja, toch 120. Het lijkt alsof hij de hele tijd vuur in zijn handen heeft ofzo. Molotov. Molotov, ja. Wacht, zit nou iemand bij die box? Oh nee. Het is gewoon... Oh, ik wil dat iemand er naartoe gaat. Dan heb ik het spannend. Spannend. Ik wil... Maar er zit ook iemand in het huis links, hè? Ik kan niet links kijken. Ik kan niet rechts kijken. Oh, ik kan wel rechts kijken. Als hier iemand komt, zijn we dood. Oh, iemand ziet daar. Hij schiet op ons. Hij schiet op ons. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik haat het spel. Fucking hell. Hij schiet me gewoon letterlijk in één kogel dood. Gewoon boom dood. Maar ik heb geen medkit. What the fuck? Ik zie hem ook niet meer. Kut spel. Ik kan nu niks. Ik wil dat ik naar je kan kijken, maar dat kan niet. Kut spel. Ga erop af, Guido! Of niet? Ik mis alles. Ik ben ook dood. Rit. Ik heb geprobeerd terug te schieten. Oh, iemand zat in mijn rug, wat? Heel laat komt ja, hij aan. Ik zie hem. Wow. Twee, ja. En ze schieten elkaar nu zo. Ah, kak. Zullen we nog één potje doen? We zijn maar de achtste. Nou.